Noemi, goedemorgen met Wil van Delft. Goedemorgen Wil. Ja, hoe gaat dit? Dat gaat goed, met u? Ja, prima hoor. Noemi, welkom hier in het programma. Ja, dankjewel. De reden dat u jou hebben uitgenodigd is vanwege de diverse singles die uit zijn van jou natuurlijk. Want ik draai dus juist nog Hemelblauwe Ogen. Wanneer had je die uitgebracht? Deze heb ik in begin januari uitgebracht, Hemelblauwe Ogen. Ja, even voor de luisteraars, Noemi, jij bent nog een vrij jonge zangeres, ik weet niet of je de leeftijd mag noemen. Vertel even kort iets over jezelf. Mijn naam is Noemi Teunissen, ik ben 17 jaar, ik ben geboren in Sittard en ik woon in Geleen, ja dat is in Limburg. En ja, het liefste doe dat is zingen, en vooral de Duitsstalige kant. Ja. En dat zie je, wanneer is dat bij jou begonnen? Is dat een beetje zo aangeboren? Of is dat al heel vroeg begonnen? Vertel. Ik zing eigenlijk nu pas net geen jaar toe. Dus eigenlijk dat is niet super lang. En ik ben eigenlijk begonnen dat iemand hier, wat ik ken, in mijn kenniskring, een zanger van Fortuna, die had mij eigenlijk gevraagd, zullen we een liedje over Fortuna maken? Dus ja, dat lijkt me super leuk. Weet je, eigenlijk gewoon voor de grap is dat gegaan, dus dat hebben we toen opgenomen en bij de studio bij Leij de Bruin in Kerkrade. En sindsdien heb ik eigenlijk contact met Leij en zo zijn we eigenlijk gewoon die liedjes nu gaan opnemen en maken. Ja. Maar jij zingt in een verschillende taal, hè? Want ik zie een Nederlands taal nummer, toen liet je me vallen, heb ik zien staan. Je zingt in het Duits, maar je zingt in het Engels, en dus je zingt toch in verschillende talen? Ja, dat klopt. Waarom? Ik vind, als je heel veel talen zingt, dan heb je ook meer keus wat je kan zingen. En ik vind ook eigenlijk dat ik heel veel ook moet kunnen zingen, want dat vind ik wel belangrijk. Ja, ik zag jou gisteren toevallig op social media nog een foto staan met een andere zangeres van jullie uit de buurt. Ja, dat klopt. Dat was Gabrielle Massa. Dat was die is nu heel bekend in Duitsland. Dus ik vond het wel super leuk dat ik haar heb ontmoet. Ja, ik lees iets, hè, want jij komt uit een muzikaal familie, hè, van de Maestro en de European Pop Orchestra, Guido van Dieteren. Ja, klopt, dat is inderdaad familie van mij. Ja? En heeft dat een invloed gehad op jou of niet? Dat weet ik niet precies. Ik vind gewoon in het algemeen gewoon het zingen gewoon heel leuk. En daar ben ik nu vooral gewoon heel druk mee bezig. Ja, goed, jij hebt natuurlijk het zingen natuurlijk. Je hebt mensen om je heen, neem ik aan, die je begeleiden, die de muziek... Wie schrijft de muziek voor jou? Bij de studio waar ik zit, dat is Leij de Bruin in Kerkrade. Hij is dan ook de componist. En ik heb dan ook een tekstschrijver uit Beieren, Guido Morgenberg. En die hebben, die samen zijn gewoon een topteam. En de zinger van Kuusmich nog maar, die heeft ook nog Michel Sings meegeschreven. Maar de andere songs, ik heb ook nog een paar eigen songs wat nog hopelijk binnenkort uit gaan komen. En die worden geschreven door Leij en Guido. Ja, dus met andere woorden, wat je zo een beetje vertelt, kunnen we de komende tijd gaan we veel horen van Noemi. Ik hoop het wel. Ik weet niet precies wanneer het uit is, maar ik ben druk bezig met allemaal oefenen en alles. En dan komt er hopelijk binnenkort een paar eigen nummers uit. Ja, hoe zijn de reacties om je heen, Noemi? Dat je dit doet, dat je zingt en dat je nummers uitbrengt. Hoe zijn de reacties erop? Mijn familie en mijn vrienden die vinden het allemaal heel leuk. Vooral mijn familie, want die houden ook wel een beetje van dezelfde muziek. De meeste van mijn leeftijd die vinden die muziek niet zo leuk. Maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit, want ik vind het wel leuk. En eigenlijk doe ik meestal gewoon focus op de mensen die het goed vinden. Want mensen hebben altijd wel een beetje commentaar. Maar ik wil gewoon altijd wel gewoon positieve feedback. Want dat is gewoon veel belangrijker dan negatief commentaar. Dus ik ben eigenlijk wel gewoon vooral aan het focus op mezelf. En ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En ik heb ook gewoon een goed team om me heen die mij daarin helpt en steunt. Ook het PR-team van Peter Jansen. Dus die weten ook wel... wat ik wel kan en wat niet kan. Maar in het algemeen zijn de reacties wel allemaal wel leuk. Dus ik vind het ook wel altijd heel leuk als mensen leuke reacties schrijven. Dus daar reageer ik ook altijd op. Dus dat vind ik gewoon hartstikke leuk als de mensen iets leuk schrijven. Ja.
Aan de ene kant hoor ik dus een heel zelfverzekerde Nomi. Je bent heel zelfverzekerd van jezelf. Dat is heel erg positief. En aan de andere kant zeggen, ja, luister eens, met kritiek, daar kan ik wel mee omgaan. Dat is iets, dat hoort erbij, of niet? Ja, dat hoort er wel bij. Ja, maar daar ga je heel bewust en daar ga je heel normaal mee om. Ja. Ja. En aan de andere kant, we zien altijd die foto's. Ik zie altijd een goed lachse Nomi. Ben je altijd zo goed lachs? Ja, ik lach niet altijd op foto's. Ik vind dat gewoon altijd gewoon niet leuk. Ik ben altijd gewoon... Ja. Ja, gewoon altijd gewoon een beetje vrolijkheid uitstralen, een beetje de mensen blij maken en mensen een leuke dag bezorgen. Dat vind ik ook altijd fijn om... als ik zoiets mag doen. Ja. Is er nou ook iemand bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland wat voor jou eigenlijk een groot voorbeeld is? Of is dat niet? Ja, in Nederland heb ik toch wel echt een voorbeeld, zeg maar een idool. Dat is Frans Bauer. Daar ben ik echt, ja, van kind af aan ben ik daar al fan van. En wij gaan ook altijd naar de shows toe. En laatst had Frans Bauer ook in mijn liedje gereageerd. Dus dat vond ik echt helemaal geweldig. Ik was helemaal blij. En ja, daar ben ik eigenlijk van Nederland echt fan van. En zeg, als je naar de Duitse kant gaat, dan ben ik meer fan van Beatrice Egli. Ja, oké. Okay. We gaan dus ongetwijfeld binnenkort gaan we meer horen van jou. Er komt zeker meer muziek uit van jou. Jouw ouders begeleiden jou ook goed, hè? Ja, mijn ouders die zijn super. Die helpen mij heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Ja, oké. Okay. Is er nu sneeuw voor jullie? Ja, hier is een beetje sneeuw, maar niet zo superveel. Het is een klein laagje, maar als het goed is, komt er vanmiddag nog sneeuw. Dus dat is lekker koud. Ja, hier niet hoor. Hier in Spanje niet. Het is hier een lentedag hier met 20 graden. Dus bij ons is het heel anders weer als bij jullie. Goed, we gaan de zinger draaien. Je mag hem aankondigen. De zinger Kus Mieg nogmaal. En dan gaan we draaien. En dat laatste woord van jou richting al de luisteraars die meeluisteren. Zeg maar iets tegen de luisteraars. En eventjes nog kleine informatie. Waar kunnen ze meer te weten komen over jou? Luisteraars die kunnen mij volgen op Facebook, de pagina genaamd Nomi, en op Instagram en ook bij artiestenboeking.com. En dat staat ook eigenlijk allemaal op mijn pagina een beetje beschreven, de informatie en zo. En dan kun je mij gewoon volgen en ik hoor ook dat iemand niet op YouTube en op Spotify beluistert. Dus dat zou ik hartstikke leuk vinden en ik wil alle luisteraars die nu luisteren heel erg bedanken. En ook u wel voor de tijd, want ik vind het hartstikke gezellig. En dan ga ik nu de single aankondigen. Nou, dames en heren, hier is mijn allereerste single.